Wij hebben gekozen voor dit concept omdat wij in feite bij ons willen we dat de klant ontvangen wordt zoals wij zelf ontvangen willen worden. Het is de hele uitstraling in feite. De wachtruimte, de ontvangst straalt veel meer rust uit. De klanten zijn daardoor rustiger en het personeel wordt daar ook vanzelf rustiger door. Het is aangenamer voor hen om te zitten. Als wij hen verwittigen dat de wagen klaar is, zijn ze meestal verrast. Ah, is hem al klaar? Als ik ergens eens een pint ga drinken, dan word ik altijd aangesproken. Ah, van de Brabantse proefwatijcenter. Aangenaam om daar te komen nu. Fantastische uitstraling. Het wachten is veel aangenamer. Niets dan positieve reacties. Ik ben niet alleen trots op het bedrijf, maar ik ben vooral trots op mijn personeel. Die dat concept ook helemaal in zich dragen. En dat is fantastisch om te zien. Waarom ik ervoor gekozen heb? Ten eerste om efficiënt mijn klanten te bedienen. En ook om ze beter te ontvangen. Zonder in feite erg bij stil te staan, met al mijn verbouwing en al mijn verandering, zijn mijn personeel ook mee gevolgd, zonder dat ik het echt gevraagd heb voor dingen anders aan te nemen, netter te maken, de klanten op een andere manier te ontvangen, gelijk aan de nieuwe huisstijl. Zowel onder mijn medewerkers als onder mijn klanten is iedereen daar positief over. Waarom? Omdat het is mooi, het is efficiënt en het werkt. Zo simpel is het, het werkt. Wel kijk, het is een mooie zaak, een, ik zou het bijna zeggen een trendy zaak gekomen. Het is een ruime zaak, je komt binnen, je wordt ook als persoon onmiddellijk aangesproken. U hebt een eigen wachtruimte, u hebt die wifi, die moderne technieken om eventjes uw krant te lezen in de wachtruimte. En eigenlijk ja, uw wagen wordt binnengereden, uw wagen wordt buitengereden, u hoeft niets meer te doen. En voor vele mensen weet ik dat dat heel belangrijk is.